Lekker op een terrasje zitten of onbezorgd een dansje wagen in de club. Bijna elke jongere doet dat wel eens, maar toch is het niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Inclusiviteit tijdens het uitgaan is vaak nog een onderbelicht thema. Zo zijn zeker niet alle horeca rolstoelvriendelijk en worden bezoekers met een niet-westerse uiterlijk nog te vaak de toegang ontzegd. Hoe ziet inclusief uitgaan er voor jou uit? Met die vraag gingen de jongere afdelingen van GroenLinks en Partij van de Arbeid donderdagavond het uitgaansleven in. Niet toevallig op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voorbijgangers mochten hun antwoord op een canvas schrijven en een kleurrijke handafdruk achterlaten. Nou, we doen dus deze verfactie. Mensen kunnen, als ze willen, kunnen ze hier naartoe komen en hun hand op het doek zetten. Daarbij schrijven hoe zij inclusief uitgaan voor zich zien en mogelijk welke drempels dat zij, waar ze tegenaan lopen. Verschillende kleuren dienen ook als een diversiteit. De handen zijn een beetje de afdruk van iemand die kan gaan om de ervaring die iemand heeft of wat dan ook. En dan daaroverheen die ervaring ook in tekst opgeschreven. De animo voor de actie komt langzaam op gang en steeds meer voorbijgangers laten weten zelf ook wel eens te maken hebben gehad met discriminatie in het uitgaansleven. Regelmatig meegemaakt, wel echt serieus, als ik met vrienden in de rij sta. Jongens met een kleurtje. Ik ben zelf natuurlijk een witte jongen, bewaking is wit. En dan een donkere jongen die dan wordt geweigerd. Dan schaam ik me eigenlijk voor dat zij worden geweigerd door een witte persoon. De hoop is gevestigd op ondernemers die vaak al op simpele manieren het uitgaan inclusiever kunnen maken. Denk aan beter deurbeleid, waarbij mensen niet gediscrimineerd worden op basis van kleding, huidskleur of wat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld de letterlijke drempel aan de deur. Bijvoorbeeld mensen in een rolstoel gaat het dan over. Toch lijken bezoekers vaak wel eensgezind te reageren op deze vormen van discriminatie. Ik heb het één keer gehad met een vriend van mij vanwege zijn afkomst. Dat het toen gedoe was aan de deur. Oh ja. Dus daar hebben we toen wel even een discussietje over gehad. In Utrecht mochten wij niet naar binnen in de clubs omdat wij op Paraberen lijken. En elke keer wordt het met een excuus of van ik heb verkeerde haarstijl of verkeerde schoenen aan of zo. Maar we hebben hieronder ook staan zoenen met wie ik wil. Het is ook vaak zo dat mensen misschien wat anders opkijken als een man met een man zoent ten opzichte van een man met een vrouw. En dat is ook discriminerend. Ja, ik val op jongens, dus dan is het sowieso al vaak als ik dan bijvoorbeeld in de Fuik sta of in een andere club, voel ik me toch niet helemaal op mijn gemak en denk gewend om toch liever naar een club toe te gaan die ik eigenlijk wat, waar ik wat bekender ben. Er wordt momenteel heel veel onderscheid gemaakt tussen een homobar en een, bijvoorbeeld een heterobar of wat dan ook. Ik zou het fantastisch vinden als ook homomannen of homovrouwen gewoon terecht kunnen in een heterobar. En dat er gewoon geen onderscheid wordt gemaakt tussen waar men op valt.